ik wou naar Delft en wou dus werktuigbouwkunde gaan studeren. Ik wou ook in ieder geval mee gaan spelen met Apollo, het studentorkest van het koor. En daar moest ik natuurlijk een instrument voor doen, want mijn pianospel was onvoldoende om daar überhaupt iets te kunnen doen. Ik heb een paar jaar mee fluit gespeeld, maar fluitisten groeien aan de bomen. En er waren dus jongerejaars die inmiddels ook gekomen waren en ook graag aan de beurt wouden. Toen heb ik die bas meegenomen van Apollo en ben eens gaan uitzoeken waar de noten zaten. Heb ik daar gevraagd of ik eens mocht proberen mee te spelen. Want dan kon ik vervolgens les gaan nemen en serieus aan de bas beginnen. Nou, Jan, speel maar mee. En dat was de Unvollendete van Schubert. En ik had echt mijn best gedaan om die noten ook te leren. En het tweede deel, dat begint met een mooi pizzicato, samen met de horens. Tom, 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 tom. Toen we dat eerste deel gespeeld hadden, toen zei Stoptijn tegen me, en dat was allemaal heel deftig in de U-sfeer, en nu vibreren, meneer Ingenhoes. Ja, dat was een ervaring, want dat had ik uiteraard nog niet onder handen gehad.